Ja, ik was 2 weken voor de competitiestart, scheur ik mijn Achillespees af. Nu ben je 7 maanden later. Hè. En nu train ik 2 weken vol mee met de groep en tot nu toe heb ik niks te klagen. Het staat sinds kort weer op het veld. Hoe is het om weer met die jongens te trainen? Ja, na zo'n lange tijd dan waardeer je het juist heel erg hoe leuk trainen eigenlijk is. Soms vergeet je dat wel eens, maar ja, nu ben je er weer achter gekomen dat voetbal eigenlijk het mooiste is wat er is. In je carrière loop je wel eens een blessure op. Ja, helaas een hele zware, maar misschien hopen dat dit de laatste is. En gewoon zorgen dat ik nu fit blijf tot het eind van het seizoen. En ja, dan zien we wel wat ik nog kan brengen. Wanneer verwacht jij weer wedstrijden te kunnen spelen? Als het goed is ga ik maandag bij de belofte spelen. En dat is dan mijn eerste wedstrijd. En ja, ik train nu al volle bak mee, dus ja, voor mij mag het zo snel mogelijk. Dit jaar had ik veel anders voorgesteld natuurlijk. Ik zag me als gewoon een goede versterking voor RKC. Maar nu moet ik gewoon volle bak 100% fit worden. En dan kan hij weer gebruik van me maken. En hopen dat ik heel veel kan betekenen in die laatste fase.